27 juni 2017. Ja, de mensen die goed opgelet hebben, die zien dat hier iets veranderd is. Daar zijn een paar laagjes bijgemetseld. Want Wilbert had wat specie over. En dat heeft hij hier maar even ingeketst. Maar belangrijker is toch wel dat we hier... wacht even. Kijk eens, opgeruimd. Ja, 1, 2, 3, 4 pallets weg. Die liggen daar op een hoopie. Het gaat hard, jongens. Echt waar. Kijk. Muurtje. Mooi muurtje. Toch? Mooi muurtje. Ik vind het een mooi muurtje. Pijn op hoogte. Nou, moet je opletten. Kijk. Dat steentje daar. Die. Niet die scheve, maar onder die scheve. Die. Is het precies even hoog als het hartsenflat, als het kozijn. En dat moest ook. Ja, dat we uitkomen, dat... Ja. Volgens Wilbert is dat mazzel. Volgens mij is dat voorbedachte raden. Want kijk, daar is het precies hetzelfde. Nou, dan kan je toch leuk metselen, of niet? Zie je? Want wat gebeurt er nou? Vrijdag komen ze staal brengen. Dus dat komt van daar... naar daar helemaal. En het wordt het... daar. En... Waar is die? Daar tegenaan vastgelast. Dan lazert het namelijk niet de tuin in, zou ik maar zeggen. Want het is nogal een groot ding. Weet je, en dan heb je hier precies hetzelfde. Ook daar is hij weer... precies uit... Ja, je snapt het niet, hè. Precies uitgekomen. Dus daar komt dat stuk staal op te liggen. Helemaal... Oh, uitzoomen. Helemaal daar naartoe. En daar zijn we nog aan de gang. Of ik heb dat geïsoleerd. Moet ik dat nou nog purren? Daar zie ik dat dan. Goed. Ja, dan moet ik nog even purren. Morgen, donderdag even purren nog. En ik heb hier even 1000 stenen neer geketst. God, zie mijn. Dus, spannend. Donderdag nog even moet hij dit opmetselen. En dat zijn, even kijken hoor, 13 keer 40, 520 stenen. En dan daarna, ja, dan moet het verder. Hè. Dan zijn het er wel een stuk of 1000. Oh, 27 juni, Ubit, gefeliciteerd. Namens mij en Charmaine. Ja, Ubit voor de luisteraars thuis. Dat is de nicht van Charmaine. En, oh kijk. De nicht van Charmaine. En die is vandaag jarig. Ik denk dat ze 38 wordt of zo. Ik weet niet precies. Kan iets ouder zijn. Ja, ik heb ook een brievenbus gekocht. Een US mail. Gaaf, hè? En ja, niet erg... Kijk, hij is wel even... kun je dat lezen? Approved by the Postmaster General. Kijk, dat je het weet. Nou jongens, prettige avond.